Endoscopische correctie van een bootschedel met veerdistractie. Een normale schedel bestaat bij geboorte uit een aantal botten die door middel van naden flexibel met elkaar verbonden zijn. Eén daarvan is de pijlnaad. Deze loopt bovenop de schedel en verbindt de voorste met de achterste fontanel. Als deze naad te vroeg verbeent, dan groeit de schedel niet goed in de breedte. De andere schedelnaden, die nog wel open zijn, lopen dan een stapje harder, waardoor de schedel extra groeit in de lengte. Het gevolg is een lange, maar opvallend smalle schedel, waarin de hersenen het risico lopen te weinig ruimte te hebben voor een normale ontwikkeling. Bij kinderen onder de zes maanden oud wordt in zo'n geval de naad geopend door middel van een kijkoperatie. Door twee kleine sneetjes bovenop het hoofd kan de dichte schedelnaad met behulp van een camera in het zicht komen. Die dichte naad wordt vervolgens losgemaakt van de botten die ernaast liggen. Daaroverheen worden dan onder de huid twee veren geplaatst. Aan het einde van de operatie worden de kleine sneetjes weer dichtgemaakt. In de loop van een aantal weken duwen deze veren de zijkanten van de schedel langzaam uit elkaar. Deze zogenaamde veerdistractie zorgt ervoor dat die botten een inhaalslag maken en terechtkomen op de plek waar ze eigenlijk hadden moeten staan als de groei niet geremd was geweest. Als de botten eenmaal op de juiste plek staan, worden de veren een aantal maanden later in een kleine tweede operatie via dezelfde littekens weer verwijderd. Het is dus niet nodig om dan nieuwe littekens te maken. Door deze techniek kan de schedel in de juiste vorm en volume worden gebracht, waardoor het niet nodig is om achteraf nog een helm te dragen. Het risico en de belasting voor uw kind worden zo tot een minimum beperkt.